In Bij Ons aan Boord kijken we 6 maanden mee over de schouders van de mensen die in de luchtvaart werken. Hi. We volgen de medewerkers van luchtvaartmaatschappij Transavia in de lucht. Kijk op dit moment naar een dikke mistlaag. Het weer is een beetje onstuimig. Gewoon fantastisch. Liever te veel dan te weinig. Normaal doe jij ook helemaal niet leuk met kinderen. En zien de werkzaamheden op de luchthaven. Eerst volgende uit de rij. Komt je mag maar. Ook in die bus plaatsnemen hoor. Controle. Goed, fijne reis nog. Het zijn 6 turbulente maanden, want half maart stond de wereld en dus ook de vliegwereld op zijn kop toen de coronacrisis uitbrak. We hebben het ontzettend moeilijke besluit moeten nemen om de vloot aan de grond te zetten en dat is zeer ingrijpend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in onze 54-jarige historie. Ik heb dit in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt. Ik heb echt geen idee hoe lang dit gaat duren of hoe we mee omgaan. Het is heel gek. Inmiddels is de vliegwereld weer voorzichtig opgestart. Maar is vliegen wel anders dan voorheen? Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. We zijn blij, we mogen weer vliegen. Maar wat er ook verandert, alle medewerkers doen er nog steeds alles aan om de passagiers veilig op hun bestemming te brengen. En wanneer u in het gangpad staat, wilt u er dan op letten dat u voldoende afstand houdt tot anderen? Nou, zie ik dus niet of u het echt grappig vindt. Dat vind ik wel een beetje naar. Alsjeblieft, en veel plezier. Dankjewel. Alsjeblieft. Cabin crew, doors may be open. Vandaag leren we cabinetaal van Mike en Samuel. Prosecco is dit. Dat is iets anders. Volgen we de luchthavenbrandweer in Rotterdam. En ontboezemingen in Crew Talk. Is het waar tussen de piloot en de steward en stewardessen? Ik zeg altijd nee, het is echt veel erger dan je denkt. Piloot John bereidt zich vroeg in de ochtend samen met zijn co-piloot Fabienne voor op een vlucht van Eindhoven naar Innsbruck. 163 mensen zo meteen aan boord. Het is even kijken wat het weer daar doet. Prachtig. Ja, zeker weten, prachtig. Oké. Nou ja, standaardroute vandaag. Vlucht naar Innsbruck is bijzonder omdat Innsbruck ligt tussen de bergen. En het kan daardoor altijd best wel lastig zijn met welke wind er waait, welke kant je op uit wil landen. En er kan turbulentie doorkomen en het is altijd wat uitdagender, want er is één baan die op één richting ligt en daardoor is het wat uitdagender om daar te gaan landen. En om zichzelf en de crew te trakteren na een bijzondere nadering, houdt John er een lekkere traditie op na. Heb jij al appels toe besteld? Nee, dat gaan we zo meteen even doen. Ja, goedemorgen. Met John van Eerde van Transavia. Goedemorgen. Ik moet een appelstrudel bestellen. Het 20 bieden. Aan Eindhoven. Oké, dank je. Tjus. Die is beter. Eigenlijk altijd als wij naar Innsbruck gaan, dan is het wel leuk om daar even wat appelstrudel te bestellen. En ja, dat hoort er toch wel bij, een beetje die Oostenrijkse sfeer. Met een beetje appelstrudel wordt iedereen blij, zeg maar. En jouw 3-lettercode? Foxtrot Victor Whisky. En hij komt dus uit Tel Aviv. 7 ton, dus dat is prima, zoals we hadden besteld. Oxygen tested 100%. Tested 100% my side. Navigation and dispatch switch, soms zo aanpassen. Ja, check. Flight instruments, ze zijn 1007, 3 keer en heading 124 stikt. Ja, dat wordt allemaal opgenomen. Ja, alles wat wij doen hier, wordt op het moment dat wij hierheen gaan, het vliegtuig zitten, wordt het allemaal opgenomen en opgeslagen. Dus ook de checklist of we die doen en hoe we die doen, wordt allemaal gerapporteerd. Ja. Dames en heren, een hele goede morgen vanuit de cockpit. Mijn naam is Van Heerde, ben een gezagvoerder op deze vlucht. Mede namens mijn collega hiervoorin, eerste officier van de werf, heet ik u van harte welkom aan boord. Zou ik weten, zijn hier 5-6 kilo, ready in morgen. In het Brabantse Best wordt steward Samuel opgehaald door zijn collega en goede vriend Mike. Ze vliegen vandaag samen naar Alicante. Oké, je moet wel even de weg wijzen, want zo meteen aan het einde Rex. Ja, precies. Oh, dan rijd ik weer niet goed. Oh nee, je moet daar. Nee, oh jezus. Wacht, mijn beeld beslaat. Oh. Ik heb echt idee dat ik helemaal verkeerd rijd. Nee hoor, ik moet hier links. Oh, ja, zie je. Wel dus. Nou ja, jij kan wel auto rijden, ik niet. Nee. Ja, ik vind het altijd, ik kijk er altijd wel naar uit om met Samuel te vliegen. Ja, dat is toch gezellig. Mike en ik kennen elkaar van de afhandeling van Eindhoven Airport. We hebben daar samen gewerkt en ook op school gezeten. En sinds we zijn gaan vliegen samen is het echt uitgegroeid tot een goede vriendschap. Ja, ik vind het altijd wel gezellig en altijd leuk als allemaal rozen staat. Dus dan maak ik altijd een feestje van. Mike staat vandaag voor in het vliegtuig en Samuel achterin. Voor het opstijgen testen we eigenlijk alle equipment of alles volledig is. Dus of alles aan boord is. Zoals ik al zei, of apparaten werken. Dus bijvoorbeeld de smoke detector,
Het public announcement systeem testen wij. Maar onder andere ook bijvoorbeeld of de zwemvesten van de crew er zijn. Of zuurstofflessen er is. De eerste hulpdoos. AED, zwemvestjes van de baby's. Extra stoelriemen. Extra zuurstofmaskers. Eigenlijk alle extra spullen die we aan boord hebben controleren of het er is. En de hele checklist die kennen we uit ons hoofd. Ja. Ik heb eigenlijk in mijn hele carrière maar één keer gehad dat er iets niet klopte. Maar dan komen ze dat gewoon nog voor de vlucht vervangen. En dan kunnen we gewoon vertrekken. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik denk dat we compleet zijn, want ik zie de dame van de afhandeling naar boven komen nu. En die komt meestal vertellen dat we er zijn of dat we nog mensen missen. Maar ik denk dat we er zijn. Ja, uiteindelijk hebben we 167 mensen aan boord vandaag. Laat dadelijk de passagiers de veiligheidsdingen zien. Ik bereid me eventjes voor, zodat ik hier dadelijk alles voorbereid heb in het gangpad en niet staat te klungelen. Tegenwoordig zie je wel dat heel veel mensen niet meer opletten op dit kleine praatje eigenlijk wat wij doen. Het is voor je eigen veiligheid. Dus ik zou zeggen, weet je, heel veel mensen hebben tegenwoordig oortjes in of muziek of dat soort dingen. We vragen het netjes of mensen eventjes die 2 minuten op willen letten. En het is echt voor je eigen veiligheid. Op het moment dat jij een toespraakje houdt naar de passagiers toe, en of dat nou op de grond is of in de lucht, dat je vergeten bent om te selecteren dat je dat over de PA wil doen, of dat je niet hard genoeg op de knop gedrukt hebt. En dan ben je nog aan het uitzenden over de frequentie van de luchtverkeersleiding. De enthousiasteling die ik altijd ben, en ook de impulsieveling, ik versprak me nogal, want ik wilde zeggen, daar heb je geen donder aan, maar in plaats daarvan zei ik, daar heb je geen k*** aan. Dat is hartstikke niet netjes. Soms heb ik ook taalversprekingen. Dat komt meer omdat ik snel achter elkaar ratel, enthousiast ben en dan ga ik over mijn woorden struikelen. En toen zei ik tegen die passagier, ja, your stoel number is changed. En toen keek ik had helemaal niet door en ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker verder. En mijn collega zegt, denk je dat hij dat verstond? Ik dacht, ja, waarom niet? Ja, stoel number. Oh, ja, nee. Rotterdam The Hague Airport heeft een eigen brandweerkazerne. Gelukkig hoeven de brandweermannen niet vaak uit te rukken, maar ze zijn altijd aanwezig. We lopen een dagje mee met een van de 24-uursploegen om te kijken hoe een gemiddelde werkdag verloopt. En dat begint met het huishouden. Stofzuigen, dweilen, vaatwassen schoonmaken, alles. Badkamer, douche. Ja, je leeft hier toch 24 uur, dus ja, je moet gewoon zelf er wel wat van maken. Daar hoort dit ook gewoon bij. Terwijl Arie en René de schoonmaak doen, checken Niels en Thomas de wagen. We hebben net de dienst overgenomen en dan is het standaard dat je elke ochtend gewoon alle checks doet. Dus de controle van de wagen en de controle van alle spulletjes in het voertuig. Ja, je moet eigenlijk een beetje zien, zoals de piloten als ze naar een vliegtuig gaan, die gaan natuurlijk ook allerlei checks doen in het vliegtuig, of het vliegtuig in orde is. En eigenlijk doen wij dat ook met het voertuig van ons. Het mooie aan dit werk is ja, toch wel de bijzonderheid. Dat de hele vliegtuigwereldje is natuurlijk als brandweerman super interessant. Net het sporten erbij, de neventaken, dat de dagen nooit hetzelfde zijn, is het gewoon eigenlijk wat mijn hartje begeert. Menno en Jos gaan voor overleg naar de havendienst. Ja. En wat ze ook doen, ze trekken altijd hun pak aan. Bluskleding aan het aantrekken. Als wij de kazerne verlaten, dan nemen we altijd het voertuig mee. En om te zorgen dat we gelijk uitdruk gereed zijn, doen we altijd het bluspak aan. Morgen. Morgen. Welkom allemaal. Het blijft wel stevig waaien vanuit het zuidwesten. De temperatuur maximaal vandaag 9 graden. Ja, bij die briefing komen alle mensen van verschillende disciplines komen daar bij elkaar. Als de technische dienst ergens werkzaamheden gaat uitvoeren waar brandgevaarlijke werkzaamheden bij betrokken zijn. Dat is voor ons handig om te weten. Derhalve verwacht ik geen problemen of hinder voor onze operatie. En general aviation wise voor de brandweer. Geen bijzonderheden vooralsnog. Geen bijzonderheden, okay. Dus dat is goed. Na het overleg wordt het hele team bijgepraat. Nou. Qua vlucht is het vrij rustig. Ja, voor ons eigenlijk niet echt veel bijzonders. Een enkele bui. Mijn functie is commandant van de luchthavenbrandweer. Dus ik zorg ervoor dat de mannen waar jij vandaag mee op pad gaat hun werk kunnen doen. De luchthaven Rotterdam Diekke Airport heeft een aparte brandweer, omdat elke luchthaven volgens regelgeving een luchthavenbrandweer moet hebben. En wij moeten volgens de wet en regelgeving binnen 3 minuten na het alarm op elke plek van de luchthaven kunnen reageren.
De mannen brengen veel tijd met elkaar door op de kazerne en dat schept natuurlijk een band. Dus je weet ook heel veel van elkaar, ook zowel privé dingen die spelen. Ja, dingen die je meemaakt thuis neem je toch soms mee naar je werk. Dat deel je weer met andere collega's. Kunnen jou ook weer daar tot steun in zijn. Dus je bent wel een hechte, en toch een soort van familie, zeg maar. Je zit toch 24 uur bij me. Gaan we de pand halen, Niels? Ja. Wat we nu gaan doen is het nieuwe voertuig ophalen. En dan gaan we lekker heel de ochtend mee spelen. De huidige vloot wagens van de brandweer wordt geheel vernieuwd. Thomas en Niels gaan een nieuwe crash tender ophalen. Dat is een speciaal type brandweervoertuig dat voornamelijk op luchthavens wordt gebruikt. We gaan nu, zijn we onderweg met ons voertuig om de nieuwe crash tender, de Panther A146, op te halen. Die is ter vervanging van onze huidige crash tender. Puur dat deze wat gedateerd zijn. Die hebben natuurlijk al een leven van dik 25 jaar achter de rug. En daarom hebben ze op een gegeven moment, anderhalf jaar geleden, besloten dat de hele vloot vervangen gaat worden. Dus dat is wel een serieuze vernieuwing. Wij zitten eigenlijk gewoon 24 uur vast op Rotterdam de Hek Airport. Wij zijn hier natuurlijk in het kader van de veiligheid voor de passagiers, voor de burgerluchtvaart. En wij rukken daar buiten eigenlijk niet uit. Dus puur en alleen ons verzorgingsgebied is hier het luchthaventerrein. Ja, we hebben zat incidenten. In die zin, we verzorgen ook de EHBO. Daar krijgen we ook een hoop meldingen van. Dat moet je zien, van pleisterplakken tot reanimatie. We krijgen eigenlijk alles. Natuurlijk te maken met veel passagiers. Dus ja, dan heb je ook meer kansen op incidentjes. En van zo'n nieuwe brandweerauto gaat een mannenhart natuurlijk sneller kloppen. Ja, we hebben natuurlijk heel lang naar het uitgekeken. Het zijn natuurlijk fantastische voertuigen. En ja, zoals je net hebt gezien, de oude voertuigen die zijn gewoon echt aan vervanging toe. Ja, en met dit, ja, dit is echt toys for boys. Dus ja, mooi spul. Als we de nieuwe kazerne hebben, dan worden ze volledig ingezet. We gaan nu laten zien hoe we met die arm, daar komt, die gaat omhoog en er komt er een punt uit. Kunnen we zo, zetten we die tegen de container aan. Die schieten we dan naar binnen toe en dan komt daar 1000 liter per minuut aan water en schuim en komt eruit. Dit is zeer serieus. Wij hebben te maken met 2 miljoen passagiers op Rotterdam. En het gaat ook om veiligheid. En dat staat voor ons heel hoog in het vaandel en daar zijn we voor. Oké, hoe gaat dat? Nou ja, het liefst wil je natuurlijk nul vliegtuigincidenten. Dat klinkt raar. Uiteindelijk zit je hier om toch een uitdruk mee te maken. Maar het is natuurlijk ideaal als de dag voorbij gaat zonder enige melding. Wij zijn of de loser van het jaar of de held van de dag. En dat alles in een tijdsbestek van nog geen 4 minuten. En dat maakt het wel een hele bijzondere baan hier op de luchthaven. Straks wordt Sjons bestelling afgeleverd bij het vliegtuig. Ah, zeer goed. Veel dank. En vertellen Chantal en Joey over liefde in de lucht. Je hebt echt wel een Sjons aan boord, toch? Er wordt echt wel geflirt aan boord. Zo! Dit is Bij ons aan boord, waar we 6 maanden meekijken over de schouders van mensen die in de luchtvaart werken. In Rotterdam is het druk aan de incheckbalie voor de vlucht naar Faro, waar zich ook een hele sportploeg meldt. Heeft u nog al bagage? Nee. Helemaal niks? Nee. Oh, dan mag ik gewoon... Ja, hij mag gelijk doorlopen. En jullie zijn een hockeyclub of een golfclub? Want... Golfclub. Golfclub. Het is wel bijzonder, zeg maar, dat er op die leeftijd toch nog wel interesse voor is, toch? Wat doe je zelf als sport dan of niet? Of? Ik? Nee, nou, niet dit in ieder geval. Wij zijn de Nederlandse golfselectie. We gaan naar Portugal voor een trainingstage met het Nederlandse team. Golfteam. Jongens van 14, 15, 16 jaar. De talenten van Nederland op dit moment. Dus. Hoi, goedemiddag. Ja, dankjewel. Heb je nog gewone bagage om af te geven? Uiteraard is er een beetje ruimte voor lol, maar het grappige met deze jongens is dat... Het komt uit hunzelf. Ze willen zelf goed worden, dus wat dat betreft hoeven we niet heel veel dingen te doen. Dus discipline, mentaliteit, dat zit eigenlijk al in ze. Wat is eigenlijk het leukste van de sport? Nou, je bent lekker buiten natuurlijk, ja. In de natuur. En ja, het is een leuk spelletje. Is het ook heel moeilijk? Nou, vooral het moeilijke eraan is om echt je concentratie lang te blijven houden. En dat is nog wel voor veel spelers een valkuil. Oké. Moet je ook heel veel geduld hebben als ja, zeker. Dus een wedstrijd kan 5 uur duren. 4 uur. Dus, ja. Heb je nog ambitie in de sport? Ja, ik wil graag later de Tour op. Dus als professional echt later mijn brood mee verdienen. Oké, goed geld mee verdienen ook natuurlijk. Ja, op een bepaald niveau wel, ja. Sowieso inderdaad. Leuk. Wacht deze weer af en dan wens ik nog heel veel succes. Ja, heel erg bedankt. Golf is natuurlijk een sport die
niet door iedereen in Nederland beoefend wordt, maar wel steeds meer. Dus mensen kijken al heel snel hè, dat het bijzonder is. Maar zeker bestaande golfers, als ze deze jeugd zien spelen, dan dat vinden ze natuurlijk wel leuk, want het ziet er gewoon heel mooi uit. Alsof je kleine Sven Kramers over het ijs ziet gaan. Fijne reis nog. Is die andere suitcase a bit lighter? Because oké. Goedemiddag. Zou ik misschien wat versterking mogen? Want ik ga dit niet in een kwartiertje tijd wegkrijgen namelijk. Het is best druk. Komt omdat heel veel mensen ook wel vroeg zijn. En als je er eenmaal aan begint, dan komt er eigenlijk geen einde meer aan. Niks meer uitnodigd tijdens de reis? Nee. Fijne reis. Piloot John is net vertrokken naar Innsbruck in Oostenrijk vanuit de luchthaven in Eindhoven. Ja, de take-off ging eigenlijk gewoon als een normale take-off. Het was prima weer op Eindhoven. Dus eigenlijk gewoon een routine take-off zoals altijd. De take-off doen we eigenlijk altijd op de hand. Dit vliegtuig kan wel landen automatisch, maar dat doen we alleen als het heel slecht zicht is. Anders doen we eigenlijk altijd de take-off en de landing gewoon met de hand, gewoon handmatig. Ook tijdens de vlucht wordt doorgenomen wat ze kunnen verwachten bij de komende landing. 3,7 graden. Probeer gewoon normaal te configureren. Deze briefing doen wij altijd voor elke vlucht. Voor Innsbruck is die wat ingewikkelder, zoals gezegd, omdat het een veld is wat tussen de bergen ligt. Daar hebben wij meerdere procedures voor. En dan proberen wij in ieder geval door deze briefing te zorgen dat we allebei hetzelfde idee hebben. Dat we van elkaar weten wat er moet gebeuren. Vooral ook als er iets niet standaard gebeurt. Dan weten we aan elkaar wat we van elkaar verwachten. En mocht het anders zijn, als ik iets doe wat jij niet verwacht, dan kan ze het ook vertellen. En dan weten ze of dat bewust is of niet. En dat komt de veiligheid te goed. Ja, elke vlucht naar elke bestemming is nog steeds bijzonder, maar Innsbruck heeft altijd wel iets extra bijzonders. En als je hier zo bij München de Alpen nadert en met dit weer dat je gewoon die berg kan zien, ja, dat is gewoon fantastisch. En het is elke keer weer anders en zo leuk. Dat is echt heel mooi. Ja, het was een hele goede landing. Een mooie zachte landing met dit prachtige uitzicht. Dus dat is helemaal perfect. Ja, ik stel voor even tanken, even rustig aan. Hop, loop ik even een rondje. Ja, helemaal goed. Hoi. Tot zo. En nadat John de standaard inspectie rond het vliegtuig gedaan heeft, wordt zijn Oostenrijkse bestelling afgeleverd. Ah, zeer goed. Vielen dank. Vielen dank. Herrlich. Oké. Kijk eens, hier zijn ze. Appelstrudel. En eerst het vliegtuig in de lucht en dan genieten van de warme appelstrudel. Oh, lekker, Mark. Hey, ziet er goed uit, man. Dankjewel, hè. En nog een beetje warm uit de oven. Dat is echt helemaal lekker. Co-piloot Fabienne wil graag proberen om iets eerder terug te zijn. Ik wil eigenlijk van Gap zo afsnijden naar Eduma. Kan jij dat regelen? Ja, dat ga ik even regelen, ja. Dat moet wel lukken. Het is een vrouwelijke verkeersleiding, dus dat gaat wel lukken. Als het een man is, moet ik het doen, als hè? Als het een man is, ben jij het. Ja, dan mag jij. Ja. In dit gebied, zeg maar in de buurt van Duitsland, Keulen, daar is onze standaardroute via het oostgrens van België. En dat is best wel een stukje uit de richting. En bij ons is het altijd een sport om de vlucht zo kort mogelijk te maken. Dus dan willen we eigenlijk gewoon een stukje afsnijden. Maar dan moeten we toestemming krijgen van de verkeersleiding. Dus we proberen altijd zo aardig mogelijk te vragen. En ja, hopelijk lukt het dan. Yes. Right in at 295. Thank you very much. 76 for Echo. We hebben hem. High five. Hij is gelukt hoor. Als nu man, dan weet ik zeker dat Fabienne het had kunnen regelen. Ja, als het de man is en ik moet het doen, dan wordt het altijd wat lastiger. Het is nu 10:55 en wij zijn weer terug op Eindhoven. Heel mooi weer gehad in Innsbruck en eigenlijk een perfecte nadering en landing daar. En hier regen en wind, een mooie landing mijn collega net gemaakt. En nu gaan we nog een keer naar Innsbruck om de dag af te maken. Vrienden en collega's Samuel en Mike zijn onderweg naar Alicante. Samuel staat erom bekend dat hij vaak onderweg kookt voor de crew. Dat gaat hij vandaag ook doen en daar verheugt Mike zich op. Vanwege hun rang staat de een voorin en de ander achterin. Ja, dan ga ik even alles klaarmaken achter en dan kom ik zo weer terug. Yes, ik spreek wel. Joe. Dames en heren, over enkele ogenblikken zullen we bij langskomen met onze overnight service. Samuel en ik zijn vandaag allebei CA1 op de vlucht. Dus dat is eigenlijk één bander in de volksmond een beetje. Dat zie je ook hier op de streep. Dus dat is eigenlijk één streep. En we hebben ook één CA2. Die heeft twee strepen en die staat achter.
En we hebben de purgstone met 3 of 4 strepen en die staat voor. Ja, dit is voor de passagiers eigenlijk het grootste gedeelte wat zij aan ons zien. Het service gedeelte. Dus het serveren van eten en drinken en dat soort service taken. Leuk, ja, zeker. Nou, ik doe die bekers altijd wel een beetje door elkaar. Dat vind ik wel leuk, hoor. Ja, dat vind ik altijd wel grappig als het gewoon een beetje door elkaar is. Een beetje leuk met de kleurtjes. Ziet er ook wat leuker uit op die trolley, vind ik. Ja, oude kleurtjes van de luchtvaartmaatschappij. Ja, het zijn wel allemaal lekkere dingen, hoor, die wij verkopen. Maar als je dat elke dag zou moeten eten, dan denk ik dat je wat snel beu bent, hoor. Ja, nee, ik heb gewoon lekker mijn eigen boterhammetje bij vandaag. En natuurlijk Samuel die achter staat. Die zal ook wel weer iets leuks bereiden vandaag. Veel plezier, hè? Ja, komt helemaal goed. Goedjes. Het is wel leuk om inderdaad met je beste vriend te vliegen. En dan, als je dan ook van elkaar afstaat, dan is het misschien soms wel goed. Want ik denk als wij samen aan het toilet zouden staan, dat het echt niet helemaal goed zou komen. Ik zal onze vriendschap wel heel erg omschrijven, denk ik. Het is echt net mijn kleine broertje eigenlijk meer. Ik zou het niet zien aan de huiskleur, maar ja, Mike is wel mijn kleine broertje. Ja. Tijdens de service hebben ze elkaars hulp nodig. Maar om niet door de cabine te hoeven schreeuwen, hebben ze zo hun eigen manier van communiceren. Als we iets moeten hebben en de ander is achterin, dan maken we meestal gebaartjes. Zodat degene die achter staat weet wat we nodig hebben. De puntjes, pizza. We hebben nog meer thee voor tosti en tapas. Een biertje. Prosecco ga ik niet uitbeelden. Prosecco is dit. Het was eerst iets anders, maar nu... Ja, Prosecco was eigenlijk zo, maar... die hebben we eruit gehaald, dus Prosecco is dit. En dan heb je nog witte wijn en een rosé wijn. Op de luchthaven in Rotterdam gaan Lars en Zenia naar de gate om passagiers naar Innsbruck te boorden. Nog even een paar minuutjes wachten. De cabinecrew die doet nog even een paar security checks. En als ze dat hebben gedaan, dan zullen we daarna gelijk beginnen met instappen. Zal ik even invullen? Ja. Nee, niet met jouw handschrift. Nee. Nou, rustig maar. Doe het lekker zelf. Ik ben een checklist aan het invullen voor de boarding. Dat houdt in dat wij tijdstippen noteren wanneer er bijvoorbeeld gebeld is, of wanneer de vlucht vertrekt, of wat er bijzonderheden zijn met de vlucht. Stel deze vlucht zou uitlopen, dan zou ik dit ook op deze checklist moeten noteren. Want als er vragen komen vanuit Transavia zelf bijvoorbeeld, of vanuit andere partijen op de luchthaven, zo kunnen zij zien eigenlijk wat er tijdens de boarding allemaal gebeurd is. Alle administratie is gedaan en de passagiers mogen instappen. Even kijken, het duurt even. Ja, dat is altijd, hè? Moet er anders handmatig doen? Ja. Maar dan doet de boarding pass scanner het niet en moet er handmatig worden geboord. Even kijken, 63. Zie je dat? Ja, helemaal goed, super, dank u wel. Elke passagier heeft zijn unieke nummer op de vlucht. Als wij dit unieke nummer intoetsen in het systeem, kunnen wij zien of het daadwerkelijk ook de passagier is, de boarding pass staat. En dit is ook een andere manier van passagiers boarden. Ja, kijk staan, alsjeblieft. Dan kunnen wij het tempo hoog houden, want elke minuut telt. En ik zie dat hij net het wel weer doet, dus we kunnen weer verder met gewoon het scannen ervan. Alsjeblieft, tot ziens. Ja, heel goed. Hoort, ja, dank u. Kijk staan, alsjeblieft. Top. Ja, mooi. Maar wel snel. Ja, hou ik van. Als ik vertel aan mensen rondom mij heen dat ik steward ben, dan is gelijk de vraag van, doen jullie het ook met elkaar? Is het waar? Tussen de piloot en de steward en stewardessen, is dat echt waar? Ik zeg altijd nee, het is echt veel erger dan je denkt. Ja. Wij vliegen voornamelijk binnen Europa en ja, daar heb je gewoon geen tijd voor. Maar ik heb wel inderdaad af en toe passagiers die inderdaad dan zeggen van, oh, en hoe lang blijf je dan? En dan zeg je, ja, 3 kwartier en dan gaan we weer terug. Oh, mag je niet blijven? Mensen vergissen zich wel eens ooit in het tempo. Dan denken ze, oh, we zijn geland in Barcelona. Oh, nou hebben ze alle tijd. Wat doe je eigenlijk op de grond? Dat is eigenlijk wat ik altijd te horen krijg. Dat mensen denken dat wij geen studie ervoor gedaan hebben. Dat wij, laten we zeggen, van het laagste van het laagste afkomen. Ja, dat we geen andere baan konden kiezen. Dat we niks anders konden kiezen, zeg maar. Mensen denken dat wij eigenlijk heel weinig doen. Maar wij runnen eigenlijk wel merendeels alle afhandeling van Rotterdam Airport.
ik weet wel dat er bij collega's wel eens opmerking is gemaakt van... kijk, als jij niet goed je best doet op school, dan ga jij er ook zo bij zitten. Ik denk wel dat wij kunnen zeggen, zonder ons gaat niemand op vakantie, ja. In Vught delen de vliegende vrienden Lisa, Joey en Chantal een huis. Vandaag vliegen Joey en Chantal samen naar Palma de Mallorca. Joey checkt van tevoren alvast de passagierslijst. Nou, hé, dat is voor jou feest op de terugweg. 102 mannen! Mannen. 102. Ja, dus moet uitkiezen. Ja. Let go. Tjallas. Daar. Goed zo, toch? Ja. Tot straks. Daar gaan we weer. Nou, vandaag vliegen we naar Mallorca. Ik vind dat wel een hele leuke vlucht om te doen. Vakantiebestemming. We hebben er zin in. Oh ja, maar ik ben wel blij dat ik volgende week even een weekje niet met jullie vlieg. Hoezo? Hoezo? Dit is echt heel gemeen. Zowel Joey als Chantal kijken uit naar de terugreis. Er staan veel mannen op de passagierslijst, dus dat kan gezellig worden. Je hebt echt wel een chance aan boord, toch? Er wordt echt wel geflirt aan boord. Ja, of dat je... Tuurlijk. Dat als mensen je naam opvangen of zo, dat je ernaar toegevoegd wordt op Facebook of op Insta of Tinder. Je hebt wel eens gewoon een klik met iemand aan boord. Ja, dat. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik aan het werk ben... Dan let ik... Nee, je moet je niet zo stom aankijken. Maar dan ben ik daar ook niet heel erg mee bezig. Het kan misschien ooit opvallen, maar het is niet dat je denkt... Ik ga daar... Nee, maar ik ga daar niet heel erg op in aan boord. Nee, dat is dan meer achteraf of zo. Weet je wel, je hebt wel eens dat je een briefje krijgt of zo... met een telefoonnummer en ja, de ene keer doe je daar wel iets mee en de andere keer niet. En dan twijfel je wel, zou ik het wel of niet doen, maar ja... We zijn niet allemaal van steen. Nou, nee, vandaag? Nog niet. Wie weet wat vandaag gaat gebeuren. Heel veel man aan boord. Hessie. ¿Qué tal? Joey en Chantal en de rest van de crew zijn op tijd in het vliegtuig. Maar het vliegtuig is nog niet klaar voor vertrek. Oh, het is echt een zooi, jongens. Oh, het is een bende. Er moet veel meer schoongemaakt worden. Omdat het toestel uit van de Canarische eilanden afkwam. Langere vlucht. Dan eigenlijk krijg je echt zo'n domino-effect. Nou, het ziet er niet heel best uit, maar dat komt goed. We gaan het heel mooi maken zo meteen. Er wordt veel gegeten en gedronken. Wordt echt heel lang geleefd natuurlijk in zo'n toestel. Toiletten zijn super smerig, dus dat moet echt wel goed schoongemaakt worden. Want je kan het ook niet maken om de passagiers die wij dan weer vervoeren... in een vies toestel te laten zitten. Lukt dat? Kan ik iets voor je doen? We moeten door. We moeten door. Kom je eten met mij, Zee? Ja, wacht. Lars en Zenia hebben een drukke ochtend achter de rug bij de incheckbaan in Rotterdam. Maar ze kunnen nu eindelijk even lunchen. Je hebt maar een half uur, hè? De tijd gaat nu in. Kijk, eens voor je pers. Appelstroop is helemaal niet is goed voor je. Zit ruis op de lijn. Kijk, eens voor je cholesterol. Ik dacht dat het maag was. Ik ben zo moe van jou, hè? Word je niet? Nee, jawel. Dat is niet waar. Ik ben heel moe. Ik ging gisteren om 8 uur aan naar bed. Zo. Ik 8:30. Oh, lekker op tijd. Ja. Hoe laat stond je nou op? 3:10. Ik had opstartproblemen. 3:10. Nee, ik ging 4:10, half uur later. Ja, je hoeft niks aan die kop van je te doen. Ja, maar die staat al goed in de plooi. Dat denk jij. Ik heb al heel lang contact met Zenia. Heel wat jaartjes. Nou, houd maar 5, 6. Zeker wel, denk ik. Dit is eigenlijk een hele gekke meid. Dat maakt het gewoon echt leuk. Ze is altijd spontaan. Ze houdt nooit zo wel vol. Praat altijd maar door. Nou, dat vind ik altijd wel leuk, gezellig. En we zitten elkaar altijd een beetje op te stangen, op te jutten. Nou, en dat maakt het gewoon heel erg leuk om samen te werken. Zometeen hebben we nog de Innsbruck. Ja, ik vind het wel gezellige mensen. Mm-hmm. Ja, en we gaan dan half jodelend, gaan ze dat toestel alleen. Zeker waar. Ja. Bij de luchthavenbrandweer is het inmiddels sporttijd. De mannen moeten uiteraard fit blijven om snel te kunnen reageren wanneer ze moeten uitrukken. Dat is lekker band, jongens. Nou, we moeten natuurlijk een beetje fit blijven. Voor als we iemand uit het toestel moeten halen. En gewoon een beetje shape eigenlijk. Dus we hebben gemiddeld 2 à 3 diensten in de week. En dan sporten we dus elke dienst eigenlijk van 10:45 tot 11:30. Het verbroedert. En
En als er iemand een beetje doorheen zit, dan trek je elkaar ook er doorheen ook. Dus ja, leuk. We zijn heel gevarieerd natuurlijk qua leeftijden, qua personen. We hebben wat oudere collega's, wat jongere collega's. Maar voor iedereen is sport even belangrijk hier. Het is vandaag voornamelijk een beendag. Ja, je sleept poppen, je bent met brandweerslangen aan het sleuren, ja, noem maar op. En om dat vol te houden tot je pensioen, ja, moet je gewoon lekker fit blijven. En daardoor sporten wij dus. Je moet vooral stressbestendig zijn. Je moet heel snel kunnen reageren en acteren. En je moet wel van het leven op de luchthaven houden. Hè. Je bent heel lang aan het wachten voor een incident wat wellicht nooit voor gaat komen. Dus daar moet je wel tegen kunnen. De dagen zijn daarmee dan lang zonder alarm. Aan de andere kant, op het moment dat alarm gaat, verwachten we ook dat je in staat bent om heel snel te reageren, heel snel uitrukken en hulp te verlenen. En je moet echt pieken op dat moment. En om iedereen scherp te houden, wordt er dagelijks geoefend. Mannen, wij gaan inzetoefeningetje draaien. Ik mag de oefenleiding spelen. De oefening zal een volledige inzet zijn van alarmering tot aan de binneninzet en een redding van passagiers. En dan pas is het einde oefening. Gaan we instappen en dan als jullie gereed zijn, dan hoor ik van jullie. Ja, okay. De belangrijkste taak van de luchthavenbrandweer is bij een vliegtuigincident zo snel mogelijk reageren. En wij moeten binnen 3 minuten reageren, maar het liefst zo snel mogelijk. En dat betekent dat onze reactietijd na het alarm ongeveer 35 seconden is en dan rijden wij al weg. En dan hebben we een kleine 2 minuten de tijd om aan de andere kant van de luchthaven te komen. Oefening, crash, Boeing 747. Brand aan beide zijden. Hoeveel POB's aan boord na de informatie? Voor jullie informatie, de baan is van de havendienst en het boord 7 afgekondigd aan de veiligheidsregio. Helemaal begrepen, havendienst, brand 20 plaatsen. Straks kan niet alle handbagage mee. Fleur, de eerste volgende gaan nu maar innemen. Ja? Sir, we have to check your luggage in. I would not agree on that. En zorgt Samuel weer goed voor de crew. Maar ik vind het gewoon gezellig en leuk om voor mijn collega's te koken. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Het ziet er goed uit, man. Dit is Bij ons aan boord, waar we 6 maanden meekijken over de schouders van mensen die in de luchtvaart werken. Op de luchthaven in Rotterdam staan Eentje en Assia bij de gate om passagiers naar Barcelona te boarden. En zoals vaak bij citytrips is er veel handbagage. We hebben even 2 doen, dan heb je liever nog eentje handbagage voor de hand? Ja, ik heb nu Fleur voor handbagage, misschien nog iemand erbij, dan kunnen er 2 naar buiten. Als er al 60 trolleys aan boord zijn, dan gaan wij al beginnen met innemen, want dan gaat het verder rest niet meer passen. Dus alles wat er dan nog in de gate komt, nemen we gelijk in. Eerst volgende, komt u maar. Goedemorgen. Hallo. Gracias. Fijne vlucht. Dank u wel. Eentje voor Mies. Daar. Hey, hoeveel AB? 55, hè? Oké, is goed. We gaan nu innemen, ja? Dus iedereen die je krijgt, kun je innemen. Goed. Fleur, de eerste volgende. We gaan nu innemen. Ja? We gaan innemen, dus je kan alles gaan schrijven en alles gaan innemen. Ja, vanaf nu. Mag je eventjes bij mijn collega? Ja, want de koffertjes gaan we innemen. De vlucht zit vol, ja. Ja, ik denk toch dat mensen niet realiseren dat niet alles mee kan. Je kunt er maar 60, 70 in en ja, dan houdt het op. Het blijft een ding, ja. Yeah. We have to check him in, because the flight is full. Oh, yeah. It's for free. I'm sorry, but the difficulty was that I have to put my other bag in it in order to take it to the flight. And now you are telling me that I have to check in. I would not agree on that. I'm afraid. Ik kan wel begrijpen dat passagiers geïrriteerd zijn over dat ze hun bagage moeten achterlaten. Maar ja, als ze zelf een klein beetje logisch nadenken, het gaat gewoon niet allemaal passen. I just struggled with that to put the other one. Yeah, it's your own risk if you board later. Als boarding agent of degene die die passagier op dat moment erop aanspreekt, ben je altijd de boeman. Sir, we have to check your luggage in. The flight is full. Yes? Voor de kijkers thuis zal het wel echt lijken als een complete chaos. Maar voor ons gevoel hadden we het wel onder controle en alles weer iets van ja, nou, het gaat wel oké.
heb vandaag een goede dag gehad. Ja. Ik heb nu vakantie, dus. Voor mij is sowieso goed. Mike en Samuel zijn onderweg terug van Alicante naar Eindhoven. En Samuel heeft de tijd om wat lekkers voor zijn collega's te maken. We gaan vandaag nachos eten. Dus welkom bij Fly & Cooking. En ik neem jullie vandaag lekker mee hoe wij aan boord het eten maken. Thuis kook ik best wel nauwelijks eigenlijk. Ik kook niet zo heel veel. Heel veel passagiers ruiken het inderdaad al in de cabine. Ik krijg best wel veel leuke reacties over. Ja, weet je, passagiers genieten ook als wij genieten. En hun merken het ook echt wel als wij het leuk hebben als crew samen. Dus dat scheelt heel veel. Ik denk als je het aan mijn collega's zou vragen die met mij hebben gevlogen of dat ze op dieet moeten, dan zullen ze dat wel beamen. Sommigen vinden het niet altijd leuk om met mij te vliegen, omdat ze weten dat ze dan weer moeten sporten. Dit gaat direct op je heupen zitten, ja. En denk dan wel meer aan je heupen. Het geheim in mijn nachos. Ik denk vooral de liefde gewoon, denk ik, voor mijn collega's. Ik heb niet echt speciaals iets in zitten waar ik denk van ja, dat is echt iets van mij. Maar ik vind het gewoon gezellig en leuk om voor mijn collega's te koken. Dus ik denk dat je dat wel proeft. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Het ziet er goed uit, man. Nee, het favoriete gerecht wat Samuel maakt, dat zijn wel de nachos. Dat vind ik wel echt de lekkerste, ja. Dus helemaal top. Ik ga nu alles in de oven doen, zodat wij over een paar minuten lekker kunnen genieten. Het eten is geserveerd. Dus, Het smaakt super goed, Sam. Je mag je titel als chef-kok houden. Fijn, mooi. Ja, top. Ik heb bijvoorbeeld zelf voor mezelf een grens gewoon getrokken. Dat ik zei van zodra het persoonlijk wordt, is het gewoon klaar. Er wordt dagelijks tegen het uniform gescholden. Dat interesseert niemand van ons niet. Maar zodra het persoonlijk is, dan dat raakt je toch wel. En je voelt je er ook niet veilig door op sommige momenten. De meest erge dingen die ik wel naar mijn hoofd heb gekregen, zijn bijvoorbeeld stink, bitch. Dat zijn wel echt woorden dat ik denk, oké. Ik heb een keer gezien dat een collega van het grondpersoneel aan haar sjaaltje over de balie werd getrokken bij de incheckbalie. En dat is wel een reden waarom wij bijvoorbeeld een clipstropdas hebben en geen echte. Zodat die niet, die schiet los als iemand daar echt aan trekt. Ik vind het wel erg dat dat tegenwoordig nodig is. Maar ik besef me ook wel dat het ook echt wel nodig is tegenwoordig. Want je merkt wel dat het geduld minder wordt van de mensen. Het vervelendste moment dat ik ooit heb meegemaakt is dat ik netjes aan een passagier vroeg tot 3 keer toe of die zijn hondje in het kenneltje wou doen. Niet heeft geluisterd. Daarna heb ik wel een officiële waarschuwing moeten uitdelen. Kwam verscheurd naar mij toe terug en zei... Ik heb 1 keer gehad dat ik een vlucht naar Bergerac aan het instappen was. En er was 1 passagier die ik nog miste. En toen stond dezezelfde passagier vervolgens uiteindelijk alsnog in de gate. En deze heb ik moeten vertellen dat hij gewoon te laat was. En deze beste man die, was daar niet zo blij mee met dat nieuws. Ik heb uiteindelijk ook wel toen de marechaussee erbij moeten halen om die man uit mijn gate überhaupt te krijgen. Dat vond ik wel echt heel vervelend. Het was een tijdje terug en er kwamen 2 mannen aan boord en die hadden best veel alcohol op. Dus tijdens de service zeg je dan van nou, dit kan ik voor u doen. Dit is uw eerste en uw laatste drankje wat u van ons krijgt, want dat zijn gewoon de regels. En toen op een gegeven moment, ja, dan word je wel eens uitgescholden en toen werd er gewoon door de cabine geroepen, wie is de f***? Dan merk je ook wel echt wat het fijn is dat je echt met een hecht team staat en dat je collega's ook gewoon... Mijn collega's waren bozer dan ik zelf, want ik denk, ja, het zal wel. Ja, je komt aan boord echt wel voor elkaar op. Je bent echt wel 1 team aan boord. Ja. Eén team, ja. Chantal en Joey, die onderweg naar Mallorca zijn, eten even snel iets voor ze landen. Het is wel romantisch, hè? Ja. We kunnen wel even net als op vakantie Lady in de Vagabond nadoen. Ja. Alleen is de pasta niet zo lang. Wat te pakken? Nee. Oh, een slaatje. Aangekomen in Mallorca heeft de crew een half uur om alles weer op orde te krijgen. En dan stappen de passagiers voor de terugweg alweer in. Goedenavond. Goedenavond, welkom. Joey en Chantal waren van tevoren blij dat er 102 mannen aan boord zouden zijn. Maar de verwachtingen moeten ze een beetje bijstellen. Zijn jullie met een team? Ja. De eerste groepen mannen kwamen binnen en we hadden natuurlijk hele speciale verwachtingen misschien ook wel van die 120 mannen die aan boord kwamen. Alleen toen waren het eigenlijk best wel jonge voetballers die binnenkwamen lopen. Pubers.
Pubers, ja. Pubers. Ja, ja, welkom. Hoi, hoi. Het is ook allemaal een leeftijdscategorie. Ja, dat zeg ik ook. Het was niet wat ze gehoopt had. Oh. Goedenavond. Goedenavond, welkom. Het hadden gewoon lekkere mannen kunnen zijn. Je had telefoonnummers willen scoren, jij. Een hele goede avond, dames en heren. Mijn naam is Chantal van Herpen en we vandaag een purser op uw vlucht naar Eindhoven. Meestal gaat de samenwerking tussen ons echt wel goed. Ja. En, Meestal. Ja. Af en toe schieten we even in de lak. Je merkt altijd wel dat passagiers het ook echt wel leuk vinden als, je ziet, als ze zien dat er een chemie samen is. Gewoon even lachen hier op brullen samen met die mensen. Zo. Je deur hoeft er niet uit. Hoi. Hallo. Nou, ik ben wel een beetje moe, ja. Tot ziens. Ja, maar werken met deze jongen is natuurlijk al sowieso wel vermoeiend. Totdat ze thuis aan de keukentafel zit en dan leeft ze weer helemaal met het wijntje. Het is zaterdagavond en we hebben bijna weekend. Bijna weekend, ja. Morgen nog een hele korte late vlucht, 6 uur aanmelden. Dus het is nog vroeg, het is zaterdagavond, dus we gaan lekker snel naar huis. En van onze vrije avond genieten. Kom, dan gaan we. Pas op. We gaan naar huis, we hebben weekend, Chantal. De rock'n'roll. 6 maanden lang kijken we mee over de schouders van mensen die in de luchtvaart werken. Volgende week staat de wereld op zijn kop als corona uitbreekt. Ik had heel eerlijk zelf echt nooit gedacht dat het zo zou lopen dat echt alles geannuleerd werd. Ja. Maar zien we gelukkig hoe iedereen na 3 maanden weer langzaam aan de slag kan. Zoals je bij deze motor ziet, geeft dat gevoel weer wat we nu hebben. We zijn blij, we mogen weer vliegen. Waarom hebben wij onze tanden gebleekt? Niemand ziet het.